Mijn naam is Meredith Leter. Ik ben bestuurslid van A20. Ik ben de penningmeester. Ik ben de politiek ingestapt omdat ik vind dat Suriname en de Surinamers beter verdienen. Decennia lang is er niet op de potentie van Suriname ingespeeld. En ik ben van mening dat er daar verandering in kan komen. Een van de grootste uitdagingen waar Suriname mee te kampen heeft op dit moment is het vertrouwen dat er niet is in de munt. Dit is te wijten aan de economische situatie die er heerst in Suriname. En als er geen vertrouwen in de munt is, krijg je dan niet voldoende investeringen. Dat merk je ook. De mensen houden liever hun valuta niet in het land en al dat soort zaken. Een andere uitdaging die we ook hebben in Suriname is het feit dat vaderlandsliefde en wederzijds respect niet goed tot uiting komen. Willen we dit land, Suriname, ons geliefd land, weer economisch weerbaar maken en gezond maken, zullen we wel moeten tonen dat we van het land houden en dat we bereid zijn om samen te werken aan de opbouw van dit land. En als we geen respect voor elkaar hebben, kunnen we niet samenwerken om te bouwen aan de economie van ons geliefd Suriname. Wat Suriname nodig heeft om uit deze situatie te geraken waarin ze nu terecht is gekomen, zijn eerlijke leiders, kundige leiders, leiders die in staat zijn om daadwerkelijk die beslissingen te nemen die nodig zijn om uit de situatie waarin we verkeren te geraken. Omdat het anders kan, maar trafas dit.